Ja, voorzitter. Ik wil ook de minister feliciteren. De vraag is natuurlijk even waarmee wij de minister moeten feliciteren. Want ja, mensen pikken het niet meer dat hun recht op gezonde en veilige leefomgeving natuurlijk terzijde wordt geschoven voor economisch gewin. En de vraag is dus ook, wie volgt? Zijn het omwonenden van luchthavens met uitbreidingsplannen, omwonenden van veehouderijen met gigantische fijnuitstoot, omwonenden van chemiereuzen? Maar goed, het is ook flauw om de minister niet te feliciteren. Dus ik feliciteer hem met zijn lenige geest en zijn charme. En ik denk dat hij daarbij net zo goed weet als ieder ander dat het eigenlijk achterstallig onderhoud betrof wat hij aan het rechtzetten is. En dat doet hij met verve en daar feliciteer ik hem mee. Voorzitter, we hebben het over klimaat. En met de beperkte blik op kostefficiënte CO2-reductie wil deze minister alles blijven doen volgens, zoals hij zei, een goed oud-Hollands recept. En toekomstige innovatie zal ons dan wel redden, zo lijkt het. En de CO2 die we uitstoten, stoppen we lekker onder de grond. En zo hoeven we tenminste geen concessies te doen aan onze manier van leven. Het moet immers wel leuk blijven, zegt hij. Steeds. Dat noemen wij een tunnelvisie. Voorzitter. En hoe zorgen we er nou voor dat het oer-Hollandse recept van meer, meer, meer niet resulteert in een gifcocktail? Want dat is toch wat het dreigt te worden. Willen we het ook leuk houden voor generatie na ons, dan zullen we toch echt breder moeten kijken. Niet alleen de korte termijn, maar ook de lange termijn. Dus niet alleen een reductie van CO2, maar eigenlijk een totale omslag. En hiervoor is inzicht voor nodig. Inzicht in de effecten van de beleidskeuzes. In het effecten van ons handelen. Daar is de minister het vast mee eens. En carbon accounting wordt dus belangrijker. Niet alleen in het ETS, maar ook in de sectoren die buiten het ETS vallen. Want hoe vaak zijn we nu al niet in de fuik gelopen van maatregelen die op het eerste gezicht duurzaam leken, bijvoorbeeld tot 2030, maar later een paard van Troje bleken te zijn. Biobrandstoffen, ooit binnengehaald als dé oplossing, totdat eigenlijk duidelijk werd hoeveel landbouwgrond moest worden opgeofferd aan de teelt daarvan. Voorzitter, het recept moet dus in onze ogen wel degelijk veranderen, al was het alleen maar omdat de ingrediënten bijna zijn uitverkocht. Neem wederom biomassa. We kunnen niet oneindig en in ons eigen voedsel voorzien en waanzinnig hoeveelheden vee voeren en energie opwekken en vliegen en varen. En zeker niet als we dat uit andermans handen gaan graaien. Met andere woorden, het moet anders en het moet minder. En durft de minister nou keuzes te maken om die heilige huisjes aan te pakken? En de heilige huisjes die al tijdens de kabinetsformatie taboe zijn verklaard. Inzetten op verandering van consumptie. En we komen er ook niet uit onderuit om op dat gebied een transitie in te zetten. En de minister zei de vorige keer, ja, ik wil het eigenlijk niet aanpakken via de weg van aanbod. Want dan, dus dat zijn eigenlijk de bedrijven. Want we moeten wel een level playing field hebben en anders gaan ze naar het buitenland. En oké, dat is een keuze. Dus dan moet het aanpakken via de vraag. Maar eigenlijk het instrument van BTW en accijnzen voor dingen die slecht zijn en belonen voor dingen die goed zijn, dat wil de minister ook niet. En dus hoe gaat de minister uit die vreselijke spagaat komen waarin hij zichzelf geplaatst heeft? Daarbij zie je ook met de heilige huisjes dat bijvoorbeeld de uitstoot van methaan in de afgelopen 16 jaar niet is afgenomen. En het aandeel van methaan, dat zul je zien gebeuren. Daarom is die accounting methode ook, die koolstof accounting methode ook zo belangrijk. Het aandeel van de landbouw neemt dus ontzettend toe. En dat is van 47% in 1990 tot 68% al in 2016 toegenomen. Dus die methode helpt aan te tonen waar je moet aanpakken, bijvoorbeeld bij de veeteelt. En we kunnen het echt niet zo laten als we serieus de klimaatdoelstellingen willen halen. En dan moet je ook vaststellen dat Nederland nog nooit doelstellingen op het gebied van het klimaat heeft behaald. En het PBL berekende eerder dat met het aangekondigde beleid de helft van de doelstellingen kan worden bereikt. En daarbij geldt ook nog een keer dat allemaal voor een groot deel pas ingaat na dit kabinet. Dat is een heel groot gat. En daarbij, en we echt dat de minister daar toch eens goed een antwoord op geeft, hij zegt ook, ja, wij streven naar een lineaire reductie en een geleidelijke transitie zonder tussendoelen. En terwijl je eigenlijk ziet de laatste jaren dat de klimaatverandering steeds sneller gaat. Dus de verandering gaat sneller en de minister stelt een soort lineaire reductie voor. En dat brengt me op het laatste punt, voorzitter. Het kabinet werkt met de reductiedoelen, terwijl het rekenen met een beschikbaar koolstofbudget veel doeltreffender zou zijn. Dat is vaak gevraagd. De minister zegt steeds, ja, dat ga ik niet doen. Toch met die lenige geest en die charme eens even kijken naar dat koolstofbudget.
Dan is de minister tevens bereid om te onderzoeken hoe we in het dagelijks leven meer inzicht kunnen krijgen in de impact van ons handelen. Door bijvoorbeeld naast de ingrediëntendeclaratie ook een klimaatimpacttabel te kunnen voeren voor producten, voedingsmiddelen. En dat gaat mensen echt helpen om klimaatvriendelijke keuzes te maken. Of door bijvoorbeeld het klimaateffect en de verwachte CO2-uitstoot mee te nemen als onderdeel van milieueffectrapportages voorafgaande aan de geplande projecten. We kijken uit naar de antwoorden, voorzitter. Dank u wel.